Ja, Sam, gefeliciteerd met je contractondertekening tot 2024 bij Oudenaar. Hoe is dat voor jou? Ja, ik ben eigenlijk blij mee, omdat de afgelopen jaar was echt moeilijk voor mij. Zowel de blessure, ook veel dingen gebeurd. Ja, maar nu ben ik hier, dus ik ben echt blij mee. Je voetbalt nu 6 jaar in de jeugdopleiding van Oudenaar. Hoe kijk je terug op die periode? Ja, het begin was echt erg moeilijk. Ja, ik was een van de, denk ik, slechtste van het team. Maar nu, denk ik, is niet zeg maar hetzelfde als 6 jaar geleden. En ja, ik blijf hard werken gewoon. Ik doe me gewoon mijn beste. Ja, je zegt het begin was even moeilijk. Hoe heb je dat toen gedaan, dat het weer beter ging? Ja, ik train gewoon mijzelf. Samen met ook technische trainer toen ik klein was. Apart van de trainer van ADO. Dus ja, daar heb ik snel zeg maar, opgegooid als een speler, ook als een persoon. Sam, je bent hier op 11-jarige leeftijd al naartoe gekomen met een doel, met een droom. Kan je daar wat over vertellen? Ja, ik wil eigenlijk eerst te maken bij ADO. Het is ook mijn droom en ik wil ook bij de Chinese nationale spelen. En ja, dat is ook mijn droom voor later, voor de toekomst. Als ik het goed heb, zijn jouw moeder en jouw zus destijds mee verhuisd naar Nederland. Hoe belangrijk zijn zij voor jou geweest? Moet ik zeggen, ik moet heel erg bedanken naar hen. Mijn moeder heeft echt veel support naar mij gegeven. En ook mijn zus, dus ik wil echt heel graag bedanken zeggen tegen hen. We moeten jouw vader zeker niet vergeten. Ming Li is de naam. In China een grootheid als het gaat om voetbal. Kan je ons vertellen wat hij daar allemaal bereikt heeft en hoe trots je daarop bent? Ja, ik heb eigenlijk een droom vroeger dat ik wel hetzelfde als mijn vader ben. En nu ben ik nog steeds niet, maar ik blijf gewoon aan het werken. En mijn vader kijkt gewoon naar mij en hij zegt ook tegen mij dat hij trots bent. Hij kan ook trots op mij nu. Ja, want hij heeft zelf bijna 100 interlands gespeeld voor de nationale ploeg van China. Wat geeft hij jou dan aan? Geeft hij jou tips of steun? Ja, vroeger trainen wij gewoon samen. Hij geeft mij gewoon tips en hoe moet ik spelen op mijn positie. En ja, het is erg mooi als dat mijn vader kan ook voetballen. En ook een van de grote spelers van China. Ja. Dus als ik aan jou vraag, wie is jouw voorbeeld? Wat zeg je dan? Ja, ik moet zeggen dat mijn vader is. Ja. Je bent een snelle rechtsachter, dat hoor ik van mensen. Kan je wat meer vertellen over wie jij als speler bent? Ja, ik ben explosief. Ik kan gewoon naar voren gaan, ballen bij de ploeg houden. En ja, ik kan voorzetten, assisten geven. Ja. We gaan even terug naar mei 2018. Jij was met ADO Den Haag onder 15 in China. Hoe was dat om jouw teamgenoten van ADO Den Haag daar kennis te zien maken met jouw land? Nou, het was echt een mooie reis, ik moet zeggen. En ja, iedereen was echt blij om het andere land, zeg maar, veel land te kijken. En ja, het was echt een mooie reis, moet zeggen. Vandaag, wij gingen naar Chinese Muur. Dat was heel leuk. En daarna hebben wij een lunchje in de Chinese Muur. En ja. We hebben daar gegeten, pizza, patat. Ja. Je zei het net al even, je bent bezig met een droom. Toen kreeg je te maken met een behoorlijke knieblessure. Ja. Wat was er gebeurd en hoe ben je daarmee omgegaan? Ik heb zowel een knieblessure vorig jaar tijdens een wedstrijd. Ja, en gewoon door mijn knie gegaan. Ja, het was echt een moeilijke periode voor mij om weer te voetballen. Maar ik heb mooi gepakt en evalueren bij een fysio in Amsterdam. En nu ben ik terug en ik ben echt blij mee met mijn knie nu, met mijn blessure. Ben je misschien wel sterker teruggekomen dan je eigenlijk al was? Ja, sowieso. Ik heb mentaal echt sterk nu om weer te spelen. En ja, ik vind ik kan beter een speler worden nu. Je bent vanuit China naar Nederland gekomen met een droom. Daar hebben we het over gehad. Is die droom nu een stapje dichterbij? Ja, sowieso. Bij dit contract is sowieso een stapje dichterbij. En ook Chinees nationaal team ben ik ook een stapje dichterbij. En ja, ik wil eigenlijk snel mogelijk bij de eerste debuut te maken. En ja, blijf hard werken voor de toekomst.